Minder dan een week te gaan tot we weten wie de winnaars zijn van de Duitse verkiezingen. Merkel staat ver voor. Maar volgens de peilingen wint een andere partij snel terrein. De rechtsconservatieve AfD, Alternatieven voor Duitsland. Dat de AfD in het parlement terecht zou komen was wel verwacht. Maar dat het de derde partij van Duitsland zou kunnen worden, daar hadden maar weinig mensen rekening mee gehouden. De AfD snijdt gevoelige thema's aan. De partijstrateeg doorbrak vorige week al een taboe dat Duitsers ook trots moeten kunnen zijn op Duitse soldaten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Hij blijft daarbij. Daar gibt es in vielen familien nog ramen en vergilpte fotografieën van vätern, brüdern. En deze mensen willen ook stolz zijn op die opfer die gebracht worden zijn. En dat heeft met de verbrechen der Führung niets te doen. Gauland wil af van de taboes rond het oorlogsverleden. Nog een taboe? De AfD wil ook af van Merkel, de populairste politicus van Duitsland. Een partij befeuert daarbij besonders een stimmung die zich dan zo op de straat spiegelt. Die AfD schürt nicht nur mit gezielten Provokationen die mancherorts geradezu hasserfüllte Atmosphäre, vor allem gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel meidt de boze burger niet. Integendeel, ze zoekt ze op in streken en steden waar onvrede heerst. Haar partij staat ver voor in de peilingen. Das eigentlich erschütternde finde ich, dass ich, wo ich bin, immer nur Vertreter, meistens der AfD, treffe. Die glauben, durch Pfeifen kann man irgendetwas verbessern. De AfD begon 4 jaar geleden als anti-Euro-partij, maar ontpopte zich op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis als anti-islampartij. AfD, nein zur Moschee! De partij wil dat de grenzen voor asielzoekers gesloten worden. Eindelijk denkt een woedende minderheid op straat. Deutschland moet wel Deutsch zijn, ohne Flüchtlinge, ohne Ausländer. Zo moet het zijn. Andere partijen weigeren met de taboebreker te regeren, maar de underdog blaakt van het zelfvertrouwen. Na zetels in bijna alle deelstaten is nu de derde plek in de Bundestag in het vizier van de partij. De AfD zal vanuit de oppositie werken aan hun alternatief voor Duitsland.